Jullie komen weer terug op Den Haag TV? Ja. Ja, we zijn vanaf januari zijn we niet meer op televisie geweest. En op een of andere manier missen we dat toch wel. Dus we zijn blij dat we op deze manier toch weer 2 keer per maand onze kijkers kunnen laten zien wat we doen. Helaas niet iedere week meer. Dat is qua budget niet haalbaar. Maar wat we dus nu gaan doen is iedere eerste en derde zaterdag van de maand gaan we uitzenden. En ook vol herinneringen, haast je hart soms maar kan zijn. Het is je stad, je eigen, voelt vertrouwd, het is Haagse bereik. Waarom zijn jullie eigenlijk gestopt met Haagse dingen op tv? Ja, we hadden even een tijd lang helaas geen geld voor zendtijd, dus moesten we helaas op internet verder. We hopen dat we vanaf januari weer geld genoeg hebben om wekelijks te gaan uitzenden, maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar ook actuele zaken, Haagse dingen ook voor nu. Ja, voor alle van de oudbouw tot de nieuwbouw op een spuit. Nou, we zijn eigenlijk terug omdat we misten toch wel dat tv-werk. Omdat internet is leuk, maar het heeft een ander soort publiek. Hebben jullie genoeg vrijwilligers die het werk kunnen doen? Ja hoor, vrijwilligers zijn altijd welkom. Want we hebben altijd mensen nodig die het leuk vinden om filmpjes te gaan maken. We zoeken geen mensen die alleen maar koffie willen drinken en willen vergaderen. Want die, ja, daar hebben wij geen tijd voor. Ja, Den Haag, die Haagse dingen. Ja, zo Haagse zijn. Nog één keer voor de kijkers. Wanneer is Haagse dingen te zien op Den Haag TV? Ja, dat is iedere eerste en derde zaterdag van de maand op Den Haag TV vanaf ongeveer 7:30. Haagse dingen, het voelt vertrouwd. Het kan gewoon niet Haagse zijn.